wat leuk is of niet. Dus dat wordt hartstikke leuk. Of het leuk was. Of het leuk was. Of ze leuk waren. Of ze leuk waren. Yo, hallo dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar een splitsplinternieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag ga ik oude video's beoordelen en kijken hoe slecht ik was. Dus dat wordt hartstikke leuk. Zeker. De eerste video, ik heb 3 video's uitgekozen. En de eerste is dat ik dus Call of Duty ga spelen. Ik heb op mijn mobiel heb ik de video staan, want ik moet natuurlijk ook zien wat jullie zien. Op telefoon, sure. Oké. Okay. Ja, die intro is wel erg leuk, zeker. Ja, dat is echt wel een... Dames en heren, dit is Emmer en Daantje. En... er zijn nog 2 gasten. Er staat een muziekje op. En dat is al een heel leuk muziekje. Dat gaat over rapapapapa. We gaan de Codico's dit proberen te maken. Nog niet eens een facecam. Misschien is dat ook wel altijd leuk om te doen. Ik maak ook nog filmpjes. Want ja. Online ben. Oh, fijn. We weten, nou, Arthur die maakt ook filmpjes als hij online is. Dat is zeker leuk om te horen. Ik had 3 kijkers. Oh, dikke quickscope. Ja, zeker. We proberen ook 360's te maken. Zou ik ook doen hoor. Ik speel eigenlijk geen Call of Duty meer. Dus wat ik allemaal zeg nu, dat weet ik allemaal niet meer. Wat vinden jullie van Call of Duty? Misschien wilt iemand mijn vriend zijn. Oh, wat erg dit. Ik ga gewoon op YouTube, vraag ik iemand of iemand mijn vriend wil zijn. Nou jongens, als jullie mijn vriend willen zijn, zou je dat wel heel tof vinden natuurlijk. Ik ga gewoon naar de volgende video, want dit is natuurlijk echt zwaar poep. Even kijken. Oorlog in Lolland heet het. Het is een video. Vroeger deed ik heel veel effectjes van die schieteffects. En zo, en dat was hartstikke leuk om te doen. Vroeger had ik daar best wel veel lol in om dat te doen. Dus het was hartstikke leuk. Serieus? Zie je dat? Je ziet gewoon bij de effects, zie je nog staan wat voor effect ik gebruikt heb. Dus dan zie je zo de tekst staan. Dat is heel slecht. Maar ja. Ik was net begonnen met effects doen. Dus het is nog, voor mij doen was het heel goed. Zeg maar. Wow, een explosion. Ja, dat was de video. Ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar... Nou, het is een beetje... Ja, hoe noem je het? Ja, ik was net begonnen, dus... Ik kan het niet kwalijk nemen. Maar ja, ik sta nu wel een beetje voor Jan Doedel natuurlijk. Battlefield 1, dat is de laatste. En die zet ik nu aan. Ja, mijn rookeffecten waren hartstikke goed. Dat zie je ook wel. Zeker. Ik had ook acteurkunsten. Ik was de beste James Bond. Ik weet niet wat ik aan mijn broek heb hangen, maar... Het ziet er... Ja, wat moet je ervan denken? Nou, we denken er gewoon niks bij. Oh, kijk joh, het is een granaat. Kom op, gooi hem Arthur, gooi hem. Ja hoor, daar was ik al iets beter, vond ik eigenlijk. Ja, ook niet heel perfect, maar... Kijk dan. Kijk die kleine Arthur stoer doen. Ook met die megafoon van ja, het is klaar jongens, leuk. Dus jullie hebben 4 video's gezien, het was hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Als jullie nou meer video's willen zien die ik dus ga reviewen, dat kunnen jullie zeker in de reacties plaatsen hieronder. En abonneer op mijn kanaal, dan krijg je veel meer vette content te zien. Dan zeg ik nog maar 1 ding. En dat is later. Ja, doei. Ja. Doei. Ik ga weg. Ik ben weg. Waar is mijn cola? Flesje?